De ôfrûne tiid is Sherry tomatenkweker Kok van Overbeek haast 20% hun inkomsten misdroen, troch al het nijs oer de EHEC-bacteriën. Bij de oproep Kom in de kas had Ruud bezocht zo volle mogelijk mensen op zijn bedrijf te krijgen. Hij wil het publiek zien laten dat zwaargen oer de EHEC-bacteriën net nodig binnen. De opkomst is boven verwachting. We zouden van 11 tot 5 open gaan vandaag, maar de eerste was vaak om 9 uur al binnen. En, ja, het is nou net, de pauze is vaak net voorbij en zoals je ziet, het begint weer te lopen. Van Overbeek is een van de grootste sherrytomatenkwekers van Usloon. Deze teler levert in het jaar 12 miljoen kilo aan sherrytomaten. Maar dit jaar had er het dreig. Volgens mij heel de EHEC-crisis vaak in Duitsland als waren natuurlijk. Wat een, ja, toch een incident is vaak geweest in Duitsland als waren. En waar de Nederlandse tuinbouw toch vaak heel veel last van hebben als waren. Want in deze periode gaat ook het meeste product die kant als waren op. Dus als in Duitsland vaak niet gegeten wordt, dan blijft het ook nog meer overschot in Nederland. Dus gaan die prijzen natuurlijk nog verder vaak onderuit. Op Iependijk kennen mensen het hele proces bezien. Van het kweken om te mij het inpakken. Vraag is wel dat mensen haar hier toch minder zware meidje over de EHEC-bacteriën. Nou, hij grient en fruit een soort in het nijstwest door de EHEC-bacteriën. Is dat ook een reden om hier even binnen te zien? Nou, het had wel blikken niet hoe kwetsbaar die mensen nu eigenlijk binnen. Wat de marine wat zaait. En dan zie je de gevolgen daarvan. En dat zulke bedrijven daar zo kwetsbaar voor binnen. Nou, dat vind ik wel wat. Hij je zelf ook minder grient en fruit kocht? Nee. Daar heb je geen enkele twijfel over dat het hier verkeerd was. Nee, wij gaan ze wel trooien, want we eten sowieso een protte tomaten. Maar we gaan ze wel even extra wasken. Nee, ik ben gewoon doorgaan met het eten hoor. De komkommers, alles. Ik denk niet dat dat hier zo echt geheerst hebt, die ziektes. Maar het imago van de sherry tomaten liep het er dus wel goed te zitten. Er is in elk geval heel wat voorthapt.